Ja, sorry Ed, maar het maakt geen sterke indruk joh. <laughs> misschien kun je het volgende keer gewoon. Misschien kun je chat een, een, een lollig commentaartje laten schrijven. Chat <laughs> GPT ja. bedoel je? Nou, dat zou misschien kunnen. Ik weet niet of Ed weet hoe dat werkt, maar het is vrij eenvoudig. Ja, ja. Nou, kijk, dan moet Ed het ook kunnen. Heb je het zelf al een keer geprobeerd? Nee joh, begreep gek. Wordt vreselijk overschat naar mijn idee. Zo zoveel dingen. Ja. Ja, er zijn toch kenners die zeggen ja, alle allermest... het, het, het is software. Dat betekent dat het inherent is het geschreven, gecomponeerd. en is het dus ook beperkt. Software is niet universeel omvattende software, die bestaat niet. Het is gemaakt door mensen. En mensen hebben hun beperkingen en hebben hun vooroordelen. En hebben van sommige aspecten wel gebruik gemaakt, en van andere aspecten hebben ze niet gebruik gemaakt. Het is in feite een zoekmachine die zinnen kan maken. En een zoekmachine die tast het internet af. Maar de suggestie is daarbij dat, het in, dat alle menselijke kennis op het internet staat. Maar iedereen die ooit iets met het internet te maken heeft gehad, weet dat dat helemaal niet waar is. Hmm. Ik kan je reeks van voorbeelden geven waarbij het internet niet meestal niet goed geïnformeerd is. Doe er eens één. Nou, bijvoorbeeld bij nucleaire bewapening. Ja, dat, dat vond ik altijd. Ja, dan kijk je hoe het in elkaar zit, zo'n verdrag. En dan blijkt dat eigenlijk toch ja, nogal schetsmatig daar, daar opgevoerd te worden. En dan denk je: waarom is dit nou zo? Waarom is het op sommige terreinen hartstikke Want dat is heel eigenaardig van het internet. Op sommige terreinen is het hartstikke goed. Ik zou maar zeggen: als je alles, als je het Dilemma Tweede Wereldoorlog leest. en je hebt dat thema gelezen en je hebt het onthouden. nou, dan weet je heel wat van de Tweede Wereldoorlog. Maar nogmaals, bij die onderhandelingen over die nucleaire verdragen na. Nou, 45, nou ja, wanneer is dat begonnen? Ergens in de jaren 50. En ja, vond ik het altijd vrij teleurstellend. En zo zijn er meer onderwerpen die vrij teleurstellend zijn. Ik denk, je ziet het ook direct aan de tekst. Als het een beetje een serieuze tekst is, staat er nog een heel notenapparaat onder. En dat is niet altijd het geval. Dus het gaat er mij om dat de kwaliteit van wat op het internet staat heel wisselend is. Daar moet je wel van bewust zijn, natuurlijk. Google werkt aan een hele nieuwe zoekmachine. Oh, ja, Google is zegt natuurlijk werkelijk de apen taken ja. geschrokken van, 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 die, van die zoekmachine, die in feite Chat is. Chat is een zoekmachine die een tekstje kan schrijven. Ja, en zij werken aan een hele nieuwe zoekmachine achter de schermen. Ja, omdat ze natuurlijk bang zijn dat ze hun monopolie op de zoekmachines verliezen. En ja, daar leven ze van, hè? Ja.